Nadat de presets voor de module hebben gemaakt, komen we nu bij de module assignment. In de module assignment pagina geven we aan bij welke console of mixer een module hoort en bij welke bus een module hoort. In dit voorbeeld hier hebben we de eerste sessiemodules modules toegekend aan console 1, 27 tot en met 24 aan console 2 en module 25 tot en met 28 toegekend aan console 3. Module 29 tot en met 32 is aan console 4 toegewezen. Ook maken we een verdeling van de bussen, in deze mixer beginnend met PROG tot aan PFL. En we gaan de eerste 8 bussen toekennen aan console 1. De rest van de bussen die nog niet benoemd zijn, verdelen we over de andere mixers. Hebben we meer DSP-modules in trek zitten, dan krijgen we ook meer dan de huidige 32 modules. Deze extra modules, maximaal 128, kunnen we ook toekennen aan de bussen. Echter in dit geval hebben we maar één DSP-kaart, dus we kennen alleen module 1 tot en met 32 toe. Dit zijn 32 stereo-processing-modules die zich in de DSP bevinden.